Hoi Ram, dankjewel dat jullie weer kijken. Bedankt voor jullie likes, reacties en natuurlijk ook de abonnementen. Bij nog geen abonnee, klik even op de button. Het helpt mijn kanaal en het zorgt ervoor dat jullie de filmpjes op tijd te zien krijgen. Ram, ik ga eerst een engelenkaart voor jullie trekken. Om te kijken welke energie er op dit moment is. Oké. Ja, je verlangt misschien naar innerlijke rust. Innerlijke rust. Is misschien iets wat moeilijk te verkrijgen is op dit moment, innerlijke rust. Of je hebt geen innerlijke rust. Maar er is hier wel een deur. Als je die deur is heel uitnodigend met heel veel licht. En er zijn ook wat trapjes. Als je door die deur gaat, of die deur lonkt in ieder geval. Maar je staat hier. Je staat hier te kijken naar die deur. En je denkt van, het is ook een boom. Er is een nieuwe mogelijkheid misschien, een nieuwe optie. Je bent ergens naar aan het kijken, aan het observeren, heb ik het idee. Dus we gaan even kijken voor de rammen. Sterrenbeeld, ram. Eerste teken van de dierenriem wordt geregeerd door de planeet Mars. Meest mannelijk teken, ram. Ook als je een vrouw bent, is ram een zeer mannelijk teken. Mannelijke energie, go-getter energie, de eerste willen zijn, altijd willen winnen, altijd actief, entrepreneurschap, sterrenbeeld ram. Wat mag ik voor jullie doorkrijgen? Universum, de beste kaarten voor sterrenbeeld ram. Wat mag ik doorkrijgen? Sterrenbeeld ram. Ja, wat ik zie is het Rad van Fortuin, de koning van zwaarden, de koningin van staven, de dwaas. En ik heb hier ook de Devil reversed en de Star reversed. Ja, het ziet er een beetje uit gewoon als een kat en muisspel hier. Een kat en muisspel. Ik zie dat er heel veel liefde is, de Ten of Cups. Soulmate energie, happily ever after. Ja. Maar wat ik ook zie is de star reversed. Weinig hoop, weinig toekomst, missed opportunity en een nieuw begin. Dus de Fool is iemand die eigenlijk, dus jullie kaart gaan. De Fool gaat op weg en zegt, ach, ik ga een nieuw avontuur aan. Ik heb alleen een plunjezak bij me. En anderen zeggen, let op Ram, je valt van de klif af. En je denkt, ach, ik land toch wel op mijn twee voeten. Een nieuw begin, maar ook zie ik hier... Misschien heb jij het idee dat jouw soulmate of iemand waar je mee in verbinding staat... alleen komt opdagen als jij... betaald of financiën hebben daarmee te maken. Misschien dat je denkt, ja, iemand komt alleen maar opdagen als ik betaal. Dus, maar er is ook iets wat jullie heel erg, jullie lijken heel veel op elkaar. Jullie spiegelen elkaar heel erg. Er zit een grote spirituele verbinding hier tussen jou en iemand anders. Maar ik zie jullie ook niet samen zijn. Op een of andere manier is een soort kat en muisspel tussen jullie. Dat je denkt van, oké, ik voel een grote verbinding, maar deze persoon is elke keer weg. Of jullie zijn allebei weg. Jullie zijn allebei bezig met je eigen dingen. En je vindt ook dat je misschien wel een beetje bent in de steek gelaten door deze persoon. Aan je lot overgelaten. Misschien zeg je wel, deze persoon komt er alleen maar langs als ik met... het geld strooi en anders is deze persoon weg. Of zoiets. Zoiets voel ik. En als ik met iets zit, als ik iemand nodig heb, dan is deze persoon er niet. Het zou best kunnen zijn dat je allebei bezig bent met je eigen ontwikkeling. En ondanks
dat ik zie dat er heel veel liefde is, happily ever after, denk ik toch dat het hier om een missed opportunity gaat. Dat er op een of andere manier te veel kat en muis is om het samen te brengen. Catch me if you can. En dat is eigenlijk niet wat je wil, want je wil innerlijke rust. Je wil peace of mind, maar je zit met je 8 van zwaarden in je hoofd. Continu aan het denken van waarom is het zo? Waarom is dit nou zo? En misschien is het ook wel belangrijk, Ram, om naar je eigen gedrag te kijken. Want misschien communiceer je niet goed in een connectie. Misschien communiceer je niet echt wat je wil. Of communiceer je niet over je gevoelens. Of het is misschien ook heel belangrijk om te kijken van hoe jij in het verleden met relaties bent omgegaan. En wat je dus eigenlijk achter je mag laten. Een bepaald patroon. Misschien als Ram ben je sowieso ook wel heel onafhankelijk. Maar ik zie dat jij je hebt met iemand die net zo onafhankelijk is als jij te maken. Dus het is lastig voor jullie om samen te komen. Omdat je allebei je eigen plan trekt. En dan zie ik hier die dwaas, wat wel jullie kaart is. Die toch een risico moet durven nemen. Een risico om de connectie stabiel te maken. De duivel omgekeerd vind ik wel heel positief. Want dat betekent loskomen van ketenen die je gebonden hebt gehouden. Hier zie je ook twee mensen die met ketenen om elkaars nek zitten. En omgekeerd betekent bevrijding van de devil energie. Maar wat ik ook zie is de sterkaart Waterman ligt hier op zijn kop. En ook het Rad van Fortuin ligt op zijn kop. Dus deze situatie stagneert je. Niet alleen ga je in je hoofd zitten, maar het is ook zo dat je niet verder komt. Want het wiel van Fortuin ligt omlaag. Het Rad van Fortuin moet eigenlijk rechtop gaan. En dat betekent go with the flow. Dit is stagnatie. Dit is afremming. Dit is vastzitten op een of andere manier. Terwijl je toch bevrijd bent van die devil energy. Misschien heb je weinig vertrouwen. Misschien heb je weinig hoop in deze connectie. En daarom zie ik voor dit moment een missed opportunity voor jou en de ander. Vanwege het kat en muisspel. Vanwege het allebei je eigen plan trekken. Vanwege een communicatie zie ik ook niet echt. Ja, je hebt hier met de koning van zwaarden te maken. Dat is very blunt. Dit is chaka. Dit is, oké, we kunnen best praten. Of dit kan ook die andere persoon zijn, Ram. Ja, we kunnen best praten, maar dan wil ik wel de onderste steen boven. En no bullshit, no nonsense. Ik wil de waarheid en niks dan de waarheid. Dit is ook een soort advocaat, een soort rechter. Iemand die zijn zwaard omhoog heeft en die zegt, oké, we kunnen best communiceren, maar dan wil ik wel eerlijkheid. En op een of andere manier zie ik hier een soort van wat ik al zei, veel liefde, maar geen victory. De victory kaart ligt omlaag. Dus er is iets wat opgelost moet worden, wat gecommuniceerd moet worden. En twee sterke personen zie ik hier ook met een nieuw begin, een leap of faith. De dwaas betekent een risico durven nemen. Communicatie, actie ondernemen. En dat ben jij natuurlijk bij uitstek, Ram. Jij bent degene van de actie. Alleen wat ik nu zie is dat je iemand in de gaten houdt en niet communiceert. Dat je iemand vanuit een afstand analyseert. En deze persoon is met hele andere dingen bezig. Dus het is een beetje ook weer zo dat ik denk van, waar is hier de samenkomst? Waar is hier het werkelijke, waar is het hier dan? En misschien denk je, ja, ik heb al heel veel geïnvesteerd in deze persoon, maar deze persoon komt alleen maar als ik geld betaal. Of als ik geld besteed. Terwijl, ik denk dat je ook iets doet, Ram. Dat je jezelf vastzet in je hoofd. Dit heeft namelijk niks te maken met overdenken, met analyseren. Dit heeft niks te maken met alleen maar actie. Dit heeft te maken met vanuit je hart iets doen. Naar je hart luisteren. Wat wil mijn hart?
En niet strategisch iets doen of gepland of het gaat hier allemaal gewoon maar om je hart. Wil je allebei toegeven dat het hart het belangrijkste is in deze connectie en niks anders? Dus nou ja, vooralsnog zie ik die missed opportunity en zie ik dat je allebei je leuke leven apart leidt en dat er ja, wel in de gaten houden van een afstand is, maar verder zie ik geen samenkomst op dit moment. En let op, Ram, want het kan wel je financiën beïnvloeden. De stagnatie die ik zie, kan jouw financiën beïnvloeden, omdat het is niet het rad van fortuin ligt omgekeerd. Dus het is niet go with the flow. En dat heeft ook weer te maken met uit je hoofd komen en in je hart komen. Oké, dankjewel, Ram, en tot de volgende keer. Doei doei.